Groene ambities voor meer regionaal opgewekte energie in gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel. De huidige praktijk is dat de mix van grijze en groene stroom die bij de gemeente uit de muur komt, volledig groen wordt gemaakt door het aankopen van garanties van oorsprong. Ook wel GVO's genoemd. We betalen voor de garantie dat de gebruikte stroom ergens duurzaam wordt opgewekt. Maar deze stroom is dan dus al ergens opgewekt. Het geld dat voor die groencertificaten wordt betaald, wordt daarmee niet per se geïnvesteerd in meer opwek van duurzame energie, maar gaat naar de opwekker of aandeelhouder van de duurzame energie. Daarnaast zorgt dit systeem niet voor meer opwek van duurzame energie in onze eigen regio. En dat willen we juist wel. We gaan het anders doen. Met ons eigen energieweb zetten we in op het realiseren van duurzame energie. In onze eigen gemeente. De webgemeenten hebben alle vier het voornemen om energie-neutraal te worden. Dat betekent dat we onze energie lokaal en duurzaam opwekken. En dat doen we samen. Het geld dat we normaal kwijt zijn aan de aankoop van GVO's stoppen we in een pot. Dat geld investeren we vervolgens in de ontwikkeling van lokale duurzame energieprojecten en innovaties. De groene energie die door deze projecten wordt opgewekt, wordt door de webgemeenten afgenomen. Zo stimuleren we verduurzaming op lokaal niveau en blijven de opbrengsten binnen de regio. Ook kunnen we nu als gemeente zelf eisen stellen aan wat er met de opbrengsten van energieprojecten gebeurt, zodat de winst voor een groot deel bij onze inwoners terechtkomt. De vier webgemeenten starten met de aanpak. Mogelijk kunnen op termijn ook buurgemeenten of lokale bedrijven en organisaties hun energievraag inbrengen. Zo worden we samen sterk.